urgentie is dat we naar een enorme CO2-reductie moeten. En de urgentie is dat we naar circulair toe moeten. Ja, dus beide moeten we keihard aan werken met elkaar. Niet alleen om in de toekomst ook nog opdrachten binnen te kunnen halen, maar ook om in de toekomst nog een planeet voor onze kinderen te hebben. Circulaire economie is tegenwoordig de factor standaard. En je hoeft geen atoomgeleerde te zijn, omdat iedereen daar in de keten aan mee moet werken. En vooral de data over die circulaire economie met elkaar delen en transparant zijn in de keten is key. Ik denk als we nu niet met elkaar de handen ineen slaan, dat we de toekomst ons ontglipt. Dus ik denk heel belangrijk om samen te werken, te intensiveren en dat met elkaar via GS1 mogelijk te maken. GS1 is het bedrijf wat dé gemeenschappelijke taal voor bedrijven ontwikkelt, waardoor je product- en locatiedata kan delen met elkaar. En het delen van deze data is randvoorwaardelijk om efficiënte ketens en transparantie in ketens te krijgen. Nou, denk je naar de business kijken van supermarkten, zie je gewoon terug dat klanten steeds duurzamere keuzes gaan maken. Gezonder en duurzamer. En wat we zien is dat duurzaamheid is meer en meer meetbaar. En om dat te kunnen meten hebben we goede data nodig. En dat betekent wel dat we van elk product moeten gaan weten, wat is de impact? De impact van het artikel, de impact op het bord, maar ook als die van het bord af is. De impact op de natuur, de impact op de wereld, om echt te kunnen weten of we een duurzame stap kunnen maken. Met de circulaire economie gaan wij niet alleen kijken, wat zit er in het product, waar is het van gemaakt en waar komt het vandaan? Maar we gaan ook nog een keer kijken, welke impact heeft dat product op de wereld waarin wij leven? Nou, dan wordt die nog een keertje een stuk complexer. Dan kan je nu 180, 240, 500 data-elementen achter één simpel product. Nou, dat goed in grip krijgen, dat is nog wel eventjes een mooie uitdaging. Er wordt van bedrijven straks ook zelfs wettelijk gevraagd om registratie te maken van de duurzaamheidseisen die gesteld worden, of je die ook waarmaakt. Nou, dat kan je eigenlijk heel duidelijk doen door goed registreren. Nou, GS1 is natuurlijk een partij die bij uitstek geschikt is om data inzichtelijk te maken. Dat hebben ze al in het verleden gedaan voor logistieke stromen, voor voedselveiligheid, maar dat geldt zeker ook voor duurzaamheid. Het is super urgent om te zorgen dat je product door de keten heen begeleid wordt. En ja, aangezien die keten steeds digitaler wordt, is het van belang dat je die informatie op iedere stap in die keten beschikbaar hebt. Dus als leverancier naar een retailer moet je die informatie beschikbaar hebben. En van retailer naar consument moet je die informatie beschikbaar hebben. Nou, die reis die moet je ondersteunen. Ja, en die is wel heel erg belangrijk om dat voor elkaar te hebben. Anders wordt het in de toekomst erg lastig om je producten te kunnen verhandelen. Data-ontsluiting van source uiteindelijk naar de consument wordt steeds belangrijker in productveiligheid, productkwaliteit, het accepteren van de consument in producten die op de markt gezet worden. Dus ontsluiting tussen partijen en samenwerking daarvan is essentieel. Samen kom je verder, alleen ga je harder. Altijd samen. GS1 is voor iedereen. Want duurzaamheid kan je alleen maar bereiken als je door de hele keten van klein tot groot met elkaar samenwerkt. Dus wij maken zowel deze gemeenschappelijke taal voor kleine als grote bedrijven. En we roepen dan ook iedereen op van klein tot groot om hier samen met ons aan te werken.